Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Welkom bij weer een nieuwe boodschappen shoplog. Ik ben Marilisa en ik laat jullie zien wat ik deze week allemaal voorschotel voor mijn gezin. Het is zondag voordat mijn vakantie ten einde komt. Dus we hebben vanaf vanavond weer 3 kinderen in huis. Dat zie je ook een klein beetje aan de boodschappen. Want het is niet minder dan vorige week. Wat op zich niet zo heel erg gek is, omdat ik vorige week een beetje een basis moest leggen voor project Gezond. Ik ga nu week 2 in. Afgelopen week ben ik 0,5 kilo afgevallen daarvoor. En ik heb eigenlijk niet gesport en me vrij los aan het plan gehouden. Zoals ik vorige keer zei, ik gebruik het echt als een soort van basis, van een inspiratie van wat we gaan eten. Maar het plan aan zich bevat vrij weinig eiwitten, dus ik probeer af en toe wat te wisselen. Soms dan kom ik erachter dat ik bijvoorbeeld 's avonds kip curry salade had moeten maken. Daarin kan apen om 8 uur 's avonds anymore. Dat is just, no. Dus dan wordt het toch een eiwitreep of een gekookt ei of iets anders. Maar ik probeer dan wel een beetje me te houden aan het plan. Ik zit op het 1800 calorieën plan. En tot nu toe ben ik dus 0,5 kilo afgevallen zonder sport of overmatig focus erop. En dan kan ik mezelf een beetje ineasen. Deze week gaan we er gewoon lekker mee verder. En ik hoop dat het in ieder geval wat meer richting 1 kilo of zo eraf gaat. Zou ik fijner vinden. Ergens tussen 0,5 kilo en 1 hele kilo vind ik fijn per week. Dat is een beetje mijn idee. Verder heb ik natuurlijk ook wel dingetjes nodig voor school. En voor alle activiteiten die we weer gaan doen. Want we hebben weer keyboardles. Voetbal begint weer. Turnen begint weer. Alle afspraken met vrienden en vriendinnetjes. Everything is gonna happen this week. We hebben een hele drukke week voor de boeg. En dat ga ik een klein beetje terugzien in de hoeveelheid snacks. Omdat het dan fijn is als je wat in je tas kan gooien of wat mee kan nemen. Anywho, het was €153,60. Dus nog steeds wel rond het budget wat ik per week heb. Ongeveer rond €150. Ik heb wel een aantal dingen gezien waarvan ik dacht, oh ja, dat had nog iets goedkoper gekund. Maar ik heb in ieder geval niet meer zo heel veel pakjes en zakjes. So, we're working on it. It's progress. Voordat we beginnen aan de boodschappen wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven. En vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet bent. Want ik post dus een boodschappenshoplog iedere vrijdag. En dan gaan we beginnen met de boodschappen. Dit zijn alle boodschappen weer. Ik heb ze inderdaad netjes uitgestald. Avondeten, broodspullen, snacks enzovoorts. We beginnen nu bij morgen, maandag. Want we eten vanavond nog de vegetarische lasagne. Die zaten bij de boodschappen van vorige week. We eten morgen dus pasta salade met kip. Pesto en cherry tomaatjes. Ik heb nog cherry tomaatjes over van vorige week. Pesto heb ik nog in mijn kast staan. Maar ik had niet meer zo heel erg veel pasta. Ik heb dan overal van mezelf een beetje voor 2 personen of zo. Maar we zijn morgen met 5, dus dat is dan wel handig als we al genoeg hebben. De kip gaan we ook overhevelen als we wraps eten met kip, wokgroenten en dan oestersaus erbij. En dat doen we in die wrap vouwen. Ik heb wel heel veel wraps en ik ga het ook een keertje zoiets eten met de lunch. Dus dan een wrap met komkommer en sla en dat soort dingetjes. Dus daarom heb ik extra veel wraps. We eten een keertje andijviestampot met spekjes en kaas en waarschijnlijk een gekookt eitje. We eten een keertje gehaktballen met sperziebonen en krieltjes. Krieltjes heb ik nog in de vriezer liggen van de vorige keer. Het was toen zo'n heel groot voordeelpakket of zo. Dus daar heb ik nog ingevroren. En het zou goedkoper kunnen als je deze zelf zou maken, denk ik. Maar ik denk niet dat het heel veel scheelt. Een 800 gram gehakt, wat iets van €7 nog was. En eerlijk gezegd hou ik gewoon niet van zelf gehaktballen bij. Ik vind het veel makkelijker en lekkerder. Dus gehaktballetjes. We eten een keertje carbonara met rode bieten. En een gekookt uitje. Gekookte aardappeltje. En we maken een keertje een sushi bowl. Ik heb nog de sushi en rijst. We zijn op dat moment samen met z'n tweeën ding. Het is voor vrijdagavond. Dus dan heb ik gewoon sushi rijst nog. Ik heb nog salmblokjes, heb ik komkommer enzovoorts. Kunnen we er allemaal bij doen. En dan is dat denk ik voldoende. Misschien dat ik er even zo'n eitje bij koop. Of op de dag zelf nog wat tonijnsteek haal. Maar tonijn kan je niet zo bij die bak kopen. Dus ik denk we houden het voorlopig even bij Sam. En natuurlijk nog een keertje friet met snacks. En dan zijn we de hele week door qua avondeten. Ik heb gehaald komkommertjes natuurlijk. IJsbergsla, rucola sla. Ik heb eigenlijk wel genoeg crackers, beschuitjes, rijstavonds enzovoorts. Maar ja, beschuit dus niet. Want dat heb ik dus niet gekocht. En ik heb een keer gekozen voor de volkoren variant. Die van de Jumbo hadden ze niet meer. Dus ik denk, ik ga gewoon proberen van Bolletje. Is misschien iets duurder, maar als het goed is, zitten hier wel wat meer vezeltjes en zo in. En daar probeer ik natuurlijk ook op te letten. Nu mijn cholesterol nog wat aan de hoge kant is. We hebben allerlei spullen nu als aanvulling op
ontbijt- of broodspullen. De Heinz komkommer variant, komkommerspread. Dat is echt een hele grote hit. Die was echt al bijna op, dus ik heb hem als achterwacht meegenomen. Want ik vermoed als we deze week met zoveel zijn dat het heel snel gaat. Pindakaas is bijna op. Jam was ook zo goed als op. Hier heb ik een foutje gemaakt. Ik koop altijd een blok kaas. En ik dacht, oh, deze is net zoveel. Maar dan, of tenminste, 800 gram of zo is dit. Hoeveel gram? Oh, dit is 400 gram. Nou, heb ik het helemaal fout gedaan. Maar ik dacht, oh, die is goedkoper, deze van Jumbo eigenlijk. Maar ik neem ik die mee. Met zijn plakjes. Dus dat is waarschijnlijk niet zo'n hele goede investering. Maar goed, we gaan het zien. Ik heb kipfilet, ik heb kalkoenfilet, ik heb salami. Ik heb twee pakjes filet américain gehaald. Want dat is ongeveer het enige wat de oudste eet, behalve chocopasta. Dus dan kunnen we nog in ieder geval iets anders binnenkrijgen als dat. We hebben magere yoghurt, mozzarella, roomboter. We hebben weer zuivelspread. Deze keer wel gewoon van het eigen variant, maar again. Deze zijn best wel nog wel eventjes houdbaar. Er staat ergens een houdbaarheidsdatum dichtbij. Hallo? Ja, zie je, deze is tot half augustus. Half augustus? Ja. 7 augustus is die goed. En die andere is al aangebroken, dus ik vermoed dat we daar wel aan toe komen deze week. Smeerkaas. Kwark dus. Peren. Had denk ik niet goed, want ik heb best wel peren over. Frambozen. Stukje gember. Appels. Appels weer wel, omdat ik nog maar 2 of 3 heb. En deze week gaan de kinderen natuurlijk weer naar school. Bananen. Die waren wel helemaal op. Mandarijnen. Een avocadootje voor bij de sushi bowl. Ongezouten pinda's. Een beetje allerlei soorten koekjes. Ik heb nu eigenlijk geen eiwitrepen meer. Die gaan we proberen een beetje met kipfilet, tonijn, eitjes en dan dit soort dingen als tussendoortjes te doen. Bij Project Gezond mag je ook af en toe pindakoekjes. Nou, dat weet je wel wat je moet doen, maar ik vind dat een soort van kletskopje. Ga kijken hoe dat eruit komt met mijn macro's. Ik heb deze ook al te zeggen voor een notenreep. Dat zijn de pinda crunch van Zon Natura. Gaan we proberen. Deze zijn van de school. Muesli-repen kunnen die kinderen ook opeten. Of ik even kijken of het bevalt. Crystal Clear natuurlijk weer 4 pakken. Kunnen we weer vooruit. Er werd gevraagd of ik alsjeblieft een keer een chipje wilde kopen. Dus, nou, we hebben weer een zakje chips. De ijsjes die zijn eigenlijk vooral omdat dat nu de bezorgkosten naar beneden drukte. En we gaan toch weer richting het mooie weer. Dus dan hebben we gewoon ijsjes op voorraad. Ik heb ook nog steeds die festinis en zo. Dus ja, dit keer was het een beetje zoeken wat de bezorgkosten zou wegeffenen. Dat je toch nog producten ervoor krijgt. En nou, merknaam komt denk ik wel op. We hebben vast wel een keer een moment dat we visite hebben of zo. En die zijn wel even goed. Dus ik heb de Classic Minis en de Double Gold Caramel Minis. Ik heb nog smoeltjes voor naar school toe. Ik heb weer dus een hele tray eieren, want het gaat echt super hard. Als we natuurlijk met z'n allen 2 eitjes eten, dan is echt de helft van 2 al weg. En dat, ja, we eten wel gemiddeld een paar keer een eitje, dus dit gaat hard zat. Niet iedere keer altijd 2, maar hè? You get my drift, you get my drift. Ik heb nu wel weer alleen maar witte broodmix, want ik heb dus nog van de Sligers een hele grote volkoren compleet of en boeren broodmix. Die we op zichzelf niet lekker vonden, maar als je dat aanvult met wit, dus dat je half om half doet, super lekker. Dus dat gaan we nu een beetje proberen. Ik moest nog iets bakken, ik weet niet meer wat, maar dat stond ook in het menu. En daarvoor hebben we baksoda en bakpoeder nodig. Ik wist niet meer precies hoeveel ik had en dit is allebei ongeveer 1 euro, dus ik dacht dat nemen we gewoon mee. En de sultana koekjes, ja, mijn kinderen houden daar gewoon niet zo heel erg van. Maar het is wel weer een bloem van vezels. En dit is de bosvruchten smaak en die is dus blijkbaar veranderd. Want we hebben er gratis bij gekregen. Dus vernieuwd en nog lekkerder. Dus nou ja, we gaan hier ook maar bij de koekjes leggen en kijken wat ze daarvan vinden van de week als ze naar school gaan. En een lach, helemaal aardigje vol. Kan ik het allemaal weer lekker opruimen. Al met al dus echt weer een heel aardigje vol. Ik ga het allemaal lekker opruimen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Als je hem leuk vindt, geef deze video dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan wens ik een heel fijn weekend. Tot in de volgende video. Doei doeg! I just close my eyes.